Goeiedag vanuit de Gouverneurstuin hier in Assen. De opening van het culturele seizoen, het Preuvenement. En wat een prachtige omstandigheden. Het zonnetje schijnt, veel mensen. En wat mooi dat jij er bent. Je ziet eruit om te zoenen. Oeh, speciaal voor jou natuurlijk, hè. Heerlijke muziek. Ik ruik van alles. Hapjes, drankjes. En ik ga rondlopen hier door de tuin. De sfeer proeven, die hapjes proeven, de drankjes proeven. Er is vast ook wat voor jou. En wat ga jij doen? Ik ga een aantal hele leuke gasten ontvangen. Dus welkom bij Kokkende Taal. Klassiek op zondag, ook dat gebeurt hier op het Preuvenement. Achter mij wordt gespeeld en wat genieten er een hoop mensen van die prachtige klanken. Eén daarvan is Hanneke Bruggeman die hier staat te luisteren. Mooie muziek, hè? Prachtig, prachtig kwartet, geweldig. Geweldig, op dit evenement. Ja, op dit evenement en het is een mooi rustig begin van de tweede dag van het Preuvenement. Na een fantastische, succesvolle eerste dag gisteren. Met geweldig weer, heel veel publiek, mooie optredens. Ja, wat wil je nog meer? Het lijkt wel alsof het Preuvenement steeds professioneler ook wordt. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat de organisatie ook steeds professioneler is geworden. Je ziet het in de aankleding, je ziet het in de materialen die gebruikt worden, je ziet het in de programmering, de restaurateurs, we raken op elkaar ingespeeld. Dus ja, ik denk zeker dat het professioneler wordt. En een heel bijzonder resultaat, hè? Want de mensen zijn allemaal vrolijk, genieten hiervan. Ja, je merkt dat mensen daarna uitkijken, hè? Einde van de vakantie, begin van de school of van het nieuwe seizoen. Oh leuk, dan zien we elkaar op het Preuvenement, ontmoeten we elkaar weer. Ja, het krijgt echt naam. En hoe is dat dan om zo even een tipje van de sluier op te lichten van dat nieuwe seizoen? Staat er wat moois te gebeuren in DNK komend seizoen? Ja, DNK gaat bruisen, fantastische voorstellingen hebben we geprogrammeerd. Hele mooie cursussen in de bibliotheek, mooie films in de bioscoop. Nee, het belooft een heel mooi, fantastisch seizoen te worden. En iedereen krijgt hier op het Preuvenement alvast een voorproefje van dat seizoen in DNK, maar natuurlijk ook bij het Drents Museum, het Drents Archief en alle andere culturele instellingen. Ik ga nog even verder kijken. Hanneke Bruggeman, dankjewel. En heel veel plezier nog op dit Preuvenement. Iedereen, hè? Geniet ervan. Dankjewel. Johan Bordewijk, hij is geboren in Utrecht, maar de liefde heeft hem naar Assen gebracht. Inmiddels heeft hij 5 boeken op zijn naam staan. Johan, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Heb je al een beetje rondgekeken hier? Ja, ik loop hier al een uurtje rond en het is hier ontzettend leuk om al die mensen hier te zien. Het begint nu een beetje vol te lopen en al die etenskraampjes. En ja, ik vind het hier al een prettige sfeer. Ja. Ja, ben je hier eerder geweest, het Preuvenement? Ik ben hier al eerder geweest, ja. Een jaar of 2 geleden ben ik hier een keer ook zo rondgelopen. En wat eten en drinken. En beviel erg goed. Dus ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. Ja. Nou, we gaan het zo meteen over je nieuwste boek hebben, Vals. Maar eerst even over je naam natuurlijk, Johan Bordewijk. Dat kan toch bijna niet anders dan dat je familie bent? Ja, die vraag komt altijd als je boeken schrijft, literaire boeken. Dan komt altijd de vraag, ben je familie van Ferdinand Bordewijk? En het antwoord is ja, dat is mijn oudoom. Dus in die zin ja, is het heel dichtbij, dat schrijven. En, heb je hem ooit ontmoet? Want uit welk jaar ben je? Ik ben van 1964 en hij is in 1965 overleden. En hij heeft aan mijn wieg gestaan. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Want ja, ik heb daar niks van meegekregen natuurlijk. En daarna is hij al vrij snel verscheiden. Maar ja, hij heeft wel bij mij aan de wieg gestaan. Dat je de naam Bordewijk draagt, heeft dat eraan bijgedragen dat je bent gaan schrijven? Of heeft dat met hele andere dingen te maken? Dat denk ik niet. Nee, het was meer zo van, ik wil graag schrijven, ik wil boeken schrijven. En de naam, ja die heb ik gewoon. Ja. Dus nee, ik geloof niet dat ertoe bijdraagt. Nee. Ben je er trots op? Ik ben wel trots dat ik die naam draag, ja, van zo'n bekende schrijver. Ja, dat zeker. Ja. Je boek Vals, zullen we maar even bijpakken. Deze. Waar gaat het over? Nou, zonder al te veel over de plot te vertellen. Het gaat over een wethouder in Rotterdam die verwikkeld raakt in een criminele affaire. Die te maken heeft met haar ex-vriend die intussen een restaurant is begonnen op een Griekse eiland. En daar ontstaan allerlei verwikkelingen over hoe die criminele zaak in elkaar zit. Het gaat over fraude, vastgoedfraude, maar er speelt veel meer. Er komt ook een moord in voor. En op een gegeven moment is de vraag van, ja, hoe zit het nou in elkaar? Wie heeft wat gedaan en waarom? En dan blijkt de wereld heel anders in elkaar te zitten dan ze elkaar voor gespiegeld hebben. Dus die wethouder en haar ex. Dat er toch veel meer aan de hand is dan je van tevoren denkt. Ja. Hoe kom je bij zo'n verhaal?
Ja, dat ontstaat. Ik kan niet anders zeggen. Op een gegeven moment krijg je een idee van een verhaal. Het kan een personage zijn, het kan een situatie zijn. En dan aldoende, als schrijvende, komt daar een verhaal uit voort. Maar waar is het idee ontstaan? Weet je dat nog? Ja, het was eigenlijk dat toen ik mijn eerste boek, Morgen vlieg ik terug, af had. Toen dacht ik kan verder met dit gegeven. Want dat eindigt met iemand die een restaurant begint in Griekenland. En zijn leven in Nederland achter zich laat. En ik dacht, ik kan op een andere manier verder met dit verhaal. Dus ik dacht, ik kan er ook een beetje een misdaaddraai aangeven door een moord te laten plegen en fraude erin te verweven. En dan ja, de vraag is van, wat is er dan aan de hand? Wie heeft wat gedaan en waarom? En zo is het verhaal 5 jaar geleden ontstaan. Ja. En ook 5 jaar aan het boek gewerkt dan? Nou, tussen begin en eind wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik iedere dag aan gewerkt heb. Maar ja, dus laten we zeggen, in totaal misschien een klein jaar dat ik er mee bezig ben geweest. En dan weer eens wegleggen en dan weer verder gaan. Maar tussen begin en eind 5 jaar, ja. Je bent aan het schrijven, maar je hebt ook nog gewoon een baan ernaast. Ja. Kom je zelf ook nog aan lezen toe? Ik kom wel aan lezen toe, wel wat minder dan vroeger. Maar ja, ik lees erg veel. Ik lees ook heel graag. Ja. En natuurlijk kan dan een boek van Ferdinand Bordewijk niet op je lijstje ontbreken. Ja, die heb ik intussen een stuk of 3-4 keer gelezen. En steeds vind ik weer nieuwe dingen erin. Maar ja, inderdaad, hè, zoals ik al zei, als de naam langskomt, dan moet je natuurlijk iets zeggen over karakter. Of in dit geval Bint, hè, zijn twee bekendste boeken. Ja. Wat spreek je aan in Bint? Nou, het grappige is, het gaat over onderwijs. En ik ben sinds kort docent. Dus wat dat betreft kan ik ook nog wel iets opsteken over hoe hij destijds in 1934... tegen het onderwijs aankeek. En dat gaf destijds nogal een beroering. Omdat hij toch een hele hiërarchische en strakke stijl voorstaat. Maar een aantal dingen die hij zegt van als docent moet je ervoor zorgen dat een leerling klimt. Je moet niet als docent dalen naar de leerling. Maar je moet zorgen dat een leerling klimt. Dat is een vaardigheden vergroot. Nou, dat is een aspect wat ik nu als docent ook wel tegenkom. Ja. En dan probeer ik dat ook op een of andere manier vorm te geven. Dus wat dat betreft heeft hij ook nog dat meegegeven? Ja, ik geef er wel een andere invulling aan. Want tegenwoordig kijken we toch iets anders naar het onderwijs. Het idee is nu wel dat je de leerling moet laten klimmen, maar je moet ze wel gaan halen. In plaats van dat je boven blijft wachten totdat ze komen. Dus dat is wel een verschil, ja. Ik zie trouwens, want er staat een foto van Ferdinand achterop. Maar als ik even zo kijk, ah, het lijkt wel. Kun je de familie... Ja, ik kan de familiebanden wel. Ja, nou ja, dat klopt. Ja. Dat kan, ja. Ja, je geeft al aan. Je zit in het onderwijs sinds kort. Je bent natuurkundedocent. Ja, ik ben na mijn middelbare school natuurkunde gaan studeren in Groningen. Daarna heb ik het onderzoek een beetje verlaten en ben het bedrijfsleven in gerold. Maar sinds een jaar of twee dacht ik, ik wil toch weer iets doen met die oude liefde voor de fysica. En in het onderwijs zoeken ze heel veel mensen in de beta-hoek. Wiskunde natuurlijk, en de scheikunde. Dus ik kon daar heel makkelijk een baan vinden. Ondanks dat ik geen ervaring had en al iets gevorderd ben in leeftijd. Dus dat ben ik een jaar geleden gaan doen. En eigenlijk is het wel heel grappig om op een hele andere manier weer met het oude vak bezig te zijn. Ja, dat is wel... Dat is wel erg leuk, ja. En die fysica, dat brengt me ook bij het boek De Tao van Fysica van Fritjof Capra. Ja, dat is een ander boek wat ik heel graag gelezen heb. Intussen ook alweer wat langer geleden, hoor. Tijdens mijn studie, dus een jaar of 25, 30 terug. Het leuke daaraan is, zonder dat ik het helemaal eens ben met wat hij beschrijft, is dat hij een hele mystieke interpretatie van de fysica geeft. Dus op een hele andere manier dan wat je op de universiteit leert, door er heel wiskundig naar te kijken, door er op een meer, bijna gevoelsmatige manier mee om te gaan. Maar is het een boek wat voor iedereen toegankelijk is, of moet je wel echt specifiek in die tak van sport zitten? Het helpt als je er iets van weet, maar het is niet nodig. Nee. Dus je kunt gewoon leren hoe je ook op een andere manier naar de exacte wetenschap kan kijken. En dat vond ik het leuke eraan, zonder dat ik het misschien, wat ik al zei, er helemaal mee eens ben met zijn visie. Wel het feit dat je op verschillende manieren kan kijken naar een bestaand, en in dit geval heel goed gefundeerd onderwerp. Vond ik het wel heel erg leuk dat je ook dat kan doen met de wetenschap.
Ja. Ben je zelf nog met een boek bezig nu? Ik heb wel weer wat liggen, ja. Dus daar kan ik nog niet al te veel over zeggen, maar ik ben er mee bezig. Ja. Hou het nog een beetje geheim. We gaan proosten op een mooie dag vandaag. Okay. Bedankt dat je er was, Johan Bordewijk. 2017 Breuvelman. Give it up for Niels Geuzenbroek. En Niels Geuzenbroek betreedt het podium. En de man die van het podium afkomt, dat is Peter van der Linden. Peter, jij hebt Niels Geuzenbroek aangekondigd op het Preuvenement. Ja, een fantastische klus, hè? Ja, dit is altijd prachtig om te doen. Preuvenement is geweldig en je ziet dat het steeds drukker wordt. Prachtig. Jij presenteert dit hele weekend. Je kondigt alle artiesten aan. Wie heb je zo al gehad? Ik kondig de artiesten aan die bij ons het komende seizoen in D&K te zien zijn. Wij hadden onder andere gisteren de Deaf Americans. We hadden Ricky Cole. Prachtig evenement is het gewoon. En goede reacties van het publiek, hè? Ja, er is echt heel veel reacties van het publiek. En je ziet dat mensen ook weer toe zijn een avondje uit. En die komen hier naar het Preuvenement toe om te kijken... Alvast even voorproeven. Ja, om te kijken wat de komende periode weer gaat plaatsvinden. En Niels Geuzenbroek komend seizoen te zien in het theater? Ja, die is vrijdag 20 oktober die is bij ons te zien in het theater. En prachtige liedjes heeft die man gemaakt. En ook een mooie theatershow. Je gaat nog een hoop andere aankondigen. Maar we gaan eerst genieten van Niels Geuzenbroek. En straks spreekt hij ook met Diana de Groot. I'm gonna give you my all today, I fall, and as I get old, maybe you will grow into the man that I once was. I wanna make you my stand, well, I've got a chance to do you proud when I check out. Don't let me sleep up above. Zanger en componist. Zijn muzikale carrière begon met de band Silkstone. Hij deed mee aan het tweede seizoen van The Voice of Holland. Maar ik denk dat de meeste mensen hem kennen van het liedje Take Your Time, Girl. Niels Geuzenbroek, welkom. Hallo, dankjewel. Leuk dat je er bent hier op het Preuvenement. Wauw, ja, prachtig. Een massa met het weer ook. En het ziet er fantastisch uit hier. Ja. Je bent Amsterdammer, Uitmarkt misschien gewend, maar... Ja, dit is ook leuk, toch? Ik moet eerlijk zijn, vind ik dit soort wat kleinere, intiemere settings... prettiger, ja. De Uitmarkt is ook fantastisch. Ik reed er net langs in Amsterdam, want ze hebben dat verplaatst van het Museumplein nu aan het IJ. Dus het ziet er ook fantastisch uit met allemaal bootjes. Maar dit gemoedelijke, dat vind ik vooral op zo'n zondagmiddag, dat voelt goed. Weet je. Ja. Heerlijk. Take Your Time, Girl. Een nummer 1 hit. Ja. Geschreven op de hartslag van een baby, van een ander zijn kind. Ja. Niet veel later kwam je er zelf achter dat je papa ging worden. Ja, dat is een heel bijzonder jaar. Ten eerste, ik kreeg het verzoek, eigenlijk de uitdaging van radio. Ruud de Wild, toen nog tijd nog bij 538. Die belde me op, want die had te horen gekregen dat Hanne Loris Zwitserloot, hun nieuwslezeres van 538, 20 weken in verwachting was. En die had de echo laten maken op die dag. En Ruud zei, ja, maar die echo, dat is natuurlijk de hartslag is een ritme. En wij zijn een muziekstation. Wij willen haar een cadeau doen. Dus er moet een componist of een artiest die wij kennen, moet een liedje schrijven op die hartslag. En toen belden ze mij of ik dat wilde doen. En ik vond het een waanzinnige uitdaging. Ik werd aangesproken op mijn ambacht als liedjeschrijver. Ja. Maar ik was verre van ervaringsdeskundige. Ik was nog geen papa. Ik ben zelf natuurlijk een man. Dus ik ging die uitdaging aan. Ik kreeg een week de tijd. Dit was in augustus. En een week later speel ik het liedje. En het knalt in. Slaat in als een bom. Een week later brengen we het uit. En inderdaad, het gaat naar de top van de hitlijsten. In oktober komt mijn vriendin thuis en die meldt dat zij een verwachting is. En in december, dus weer 2 maanden later, heb ik mijn laatste optreden in Haarlem van het jaar. En besluiten wij de hartslag, inmiddels zijn we ook bij die echoscopist geweest, de hartslag van ons baby te gebruiken. Als dat sample, zeg maar, dat ritme, zoals iedereen dat dacht te kennen. Dus ik start het liedje ook in patronaat in Haarlem. Ik zei, jongens, dit geluid denken jullie te kennen, hè? Waren niet dat het niet de hartslag van het babytje van Hannelore is, maar ik kreeg het bijna niet uit mijn mond. Het staat ook online op YouTube, echt super mooi. Kon ik aan iedereen vertellen dat ook wij in verwachting waren. En dat allemaal in 1 jaar, of eigenlijk in 1,5 jaar. Dus dat was heel bijzonder, ja. Maar hoe anders wordt dan de betekenis van zo'n liedje ook voor jou? Nou ja, ook omdat mensen dus... Dat liedje kwam uit en mensen reageerden erop.
En ik kreeg een hele persoonlijke, ook wel een beetje vervelende situatie. Mensen die natuurlijk geen kinderen kunnen krijgen, miskamen. Mensen worden uitgenodigd om zo transparant, zo eerlijk te reageren, omdat het een heel eerlijk liedje is. Ja. Dus ik was opeens heel bewust van, wauw, wat een impact. En ook dat ik kennelijk die tekst... Het was natuurlijk een inbeelding, want ik had geen ervaring in het krijgen van kinderen. En wat ik zei, ik ben een man. Maar ik had een inbeelding gemaakt hoe dat moet zijn. Zeg maar, onderlinge verhouding van een moeder naar haar kind toe. En dat sprak heel veel mensen aan. Dus ik had dat kennelijk goed verwoord. Dus toen werd ik heel erg bewust van dat gevoel. En toen wij een kind kregen, we kregen wel een zoon. Dus dat was net even wat anders. Ja. Ik weet nog dat ik bij die 20 weken echo was. Ze zei, willen jullie weten wat het wordt? Ik zei, ja. Oh, wat denk je dat het wordt? En ik had het liedje al 100 keer gezongen. En ik zei, ik denk dat het een meisje wordt, dus het zal wel een jongetje worden. Ik zei, nou ja, je kan niet zo komen werken. Wauw, weet je. En nu, een maand geleden, ben ik wederom vader geworden. En dit keer wel van een meisje. Dus dat Take Your Time Girl blijft actueel voor mij. Weet je? Ja. Het blijft me achtervolgen. En dat mag prachtig. Ook, want ik ben er heel erg trots op. Nou, dat mag ook, zeker. Ja. En je zoontje is nu 3, je oudste. Ja. Wat lees je hem voor? Ja, Pluk in de Pettenflat. Ja? En als ik het laatste hoofdstuk heb voorgelezen, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Hoe vaak heb je hem inmiddels gelezen dan? Ik denk toch wel een keer of 4, 5, ja. Oh, echt? Ja. Waarom dit boek? Nou ja, ik begon hier natuurlijk mee omdat het uit mijn jeugd komt. Althans, ik weet niet, misschien komt het ook mijn ouders... Nee, dat zal niet. Annie M. Gesmied, eerste druk, 71. Ja, dus het is mijn jeugd, tenminste 10 jaar later is dat mijn jeugd geweest. En ik probeer natuurlijk zelf een paar dingen uit op mijn kids die ik nog van vroeger ken. En ik doe dat ook met Jip en Janneke, maar dat gaat er echt niet meer. Dat is nu al een beetje gedateerd. Althans, zo interpreteer ik dat. Dus daar ben ik mee opgehouden. Maar Pluk vindt hij fantastisch. En ik ben eigenlijk heel blij dat hij dat gaaf vindt, want dan kan ik het ook lezen. En ik kan ook niet wachten dat ik Roald Dahl mag lezen. Zo, weet je. Maar dan denk ik op een gegeven moment wel, want hij heeft inmiddels ook allemaal andere boeken gekregen. En hij was laatstejarig en dan krijgt hij allemaal boeken. Dus ik denk bij het laatste hoofdstuk, oké, we hebben het verhaal al verteld. Welk boek wil je nu lezen? Zo, Pluk, opnieuw. Oké, daar gaan we weer. Weet je. Dus dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ik heb, blijf dat lezen. Maar vind je het belangrijk dat hij ook leert met boeken om te gaan en dat soort dingen? Zeker, ik vind het vooral belangrijk dat hij, wat hij ook doet, of het boeken zijn, of muziek, of eten, dat we afwisselen. Dus ik vind het heel schattig dat hij dan weer opnieuw met Pluk wil beginnen. Maar eigenlijk denk ik, oké, dat hebben we nu gehad. Net zoals je gaat er niet elke dag, of de hele dag maar chocola eten, of... Of broccoli, je moet een beetje variëren. En met muziek ook. Lekkere drankjes drinken. Ja. Ik zet wel eens muziek op thuis waar ik niet zo snel naar zou luisteren. Omdat ik denk, maar het gaat ook niet alleen om mij. Hij moet zelf al die prikkels voelen en hij moet keuzes maken of iets mooi vindt of niet. En niet dat ik dat maar bepaal. Dus we proberen wel echt te motiveren om andere dingen uit te proberen. Maar voorlopig is dit een hit. En goed, als hij met zo'n overredingskracht komt, dan is het ook bijna weer... niet oké als ouder. En het is ook het gebruik, zo doen wij het in ieder geval, aan het eind van de dag, voordat hij gaat slapen. Dus heel veel ouders dat doen. Om dan net even dat geruststellende, lekkere verhaal te lezen. En als hij zo graag Pluk wil lezen, wie ben ik om dan voor te gaan liggen. Want dit kun je hem nog niet voorlezen natuurlijk. Dit is echt een hele dikke pil. De Godsformule, dat is een boek wat jij graag gelezen hebt. Wat is dit voor boek? Ik kwam er per toeval tegen. Ik heb een tijd voor een krant gewerkt. Nog zeg maar voordat ik echt volledig voor de muziek ging. En ik werkte nou samen met de redactie en die kregen natuurlijk allemaal boeken binnen. En nadat ze dat recenseerden, liet ze die boeken een beetje liggen. En eens in een maand of zo, was het natuurlijk helemaal opgepeild. En mochten wij dan aan de andere kant van de redactie, de mensen die daar niet werkten, mochten een beetje gras duinen en dingen meenemen. En ik weet niet, het sprak me aan en dus ik nam dat mee. En ik dacht, het is heel dik, dus het moet me wel echt dusdanig boeien dat ik het helemaal uitlees. Ja. Maar ik was er nog niet aan begonnen, of rats, ik ramde er doorheen. Het is een beetje in maar waarom? Het is een beetje in de gedachte van Dan Brown. Dus het is een wetenschappelijke thriller. En deze ook, hij krijgt een opdracht, die hoofdrolspeler is een wetenschapper, om een manuscript van Einstein te ontcijferen. Een code te kraken eigenlijk. En er is een Iranese president en die is bang dat het een code... hij krijgt de opdracht van een Iranese president. Maar ik geloof dat de FBI of iemand uit Portugal, die is bang dat het een inscriptie is voor een kernbom of zo. Maar uiteindelijk blijkt het een formule van Einstein te zijn die de wetenschappelijke verklaring is voor het bestaan van God. Dus niet de scheppingsverhaal. Niet het scheppingsverhaal, maar bijvoorbeeld hoe de wereld wel in 6 dagen is gecreëerd. Dat heeft te maken met de Big Bang en hoe dat ooit zo klein was. En de tijd reisde toen heel langzaam, dus 1 dag duurde toen wel miljarden jaren. En dag 2 duurde dan
anderhalf miljard jaar en dag 3 duurde 500 miljoen jaar. En bij elkaar opgeteld zijn het inderdaad 6 dagen. Alleen die 6 dagen zoals we die toen kenden waren misschien die 8 miljard jaar waar we het over hebben. En nou ja, dat was een heel spannend verhaal. Het is eigenlijk een soort kat-en-muisspel met die soort FBI die achter me aan zit. En tegelijkertijd wil hij... Nou, het is gewoon wel een Dan Brown verhaal. Het is een aanrader om te lezen. Nu ik hem weer zie liggen, denk ik, ja, ik duik er weer in. Als ik even tussen die 2 kinderen die ik heb nog een beetje tijd vind om zelf even wat te lezen. Dan. Ja, want je bent ook aan het toeren. Ja, 20 oktober sta je in Assen. Nou, heerlijk. Ja, ik mag tweede week oktober wederom op theatertour. Dat is ook wel enigszins de aanleiding dat ik vandaag hier speel. Om een klein voorproef te geven van wat we dan gaan doen. En we hebben in het voorjaar, ik neem 2 muzikanten mee. In het voorjaar hebben wij de tour gedaan. Dat was eigenlijk de oorspronkelijke tour. Er waren 25 voorstellingen. En ik mag op reprise, en dat is in de volksmond wegens succes verlengd. Dus, en wij vinden het er lang al fijn, want we mogen weer spelen. Ja. Maar de theaters dus ook. De theaters moeten wel kaartjes verkopen en iedereen moet maar komen. En het is goed genoeg bevonden om het te verlengen. Dus daar ben ik heel blij mee. Mocht je hem willen zien, 20 oktober sta je dus in de Nieuwe Kolk hier in Assen. Ja, Niels, veel plezier op het evenement en dank dat je er was. Dank je, dank je voor het interview. Nou, vanuit Hanneke Bruggeman ben ik verder gelopen de gouverneurstuin in. En het is ontzettend druk geworden inmiddels. En we komen hier aan bij het Drents Museum en LIV. En kijk eens wat hier voor lekkers wordt gemaakt. Spare ribs, hamburgers. Dit is helemaal in de stijl van Amerika, de Verenigde Staten. Want het Drents Museum organiseert komend seizoen een expositie, The American Dream. En de horeca in Assen die haakt daarop in. Sandra, mag ik jou even storen? Natuurlijk mag. Kom eens even bij me. Ik zal even Sandra, uit mijn ogen. Je staat te barbecue, hè? Ik sta even te barbecue, ja. Amerikaanse hamburgers? Amerikaanse hamburgers, nou ja, eigenlijk een beetje gewoon eigen hamburgers hoor. Maar in het thema. En spare ribs inderdaad, lekker huisgemarineerd. Beetje helemaal in de stijl van het thema van de American Dream in het Drents Museum te zien. Wel met een LIV-vleugje hoor. Want, en een Assenstintje. De hamburger kan je gewoon lekker ook bij LIV eten. Dus in die zin is het nog wel een klein beetje lekker LIV. En de mensen genieten ervan, hè? Ja, het gaat heel goed. Het is hartstikke gezellig, leuke sfeer. Iedereen is lekker aan het eten en aan het drinken en aan het genieten van de mooie muziek. Dus, en geniet je zelf ook een beetje? Als ik klaar ben met werken, dan probeer ik dat ook even te doen. Nee, hoor, je hebt hier zicht op het podium, je hebt alle artiesten voorbij zien komen. Ja, maar als je hard aan het werk bent, dan hoor je dat toch niet zo goed. Maar Niels net even gehoord, hartstikke leuk. Super. Ga je naar hem kijken in de Nieuwe Kolk? Ik heb nog geen kaartje gekocht. Maar je gaat in ieder geval naar de American Dream in het Drents Museum. Zeker. Ja. En heel veel mensen komen Amerikaanse LIV Assense hamburgers eten in Assen. Ik ga nog even verder kijken hier op het evenement. Tijdens mijn middelbare schooltijd in Assen gingen we in het winterseizoen elke woensdag schaatsen in plaats van gimmen. Alles beter dan het paard, de bok, de kast en de touwen. Wat mij betreft overblijfselen uit de tijd toen de wolharige neushoorn nog door het Assenbos zwierf en de mammoet het Ballenhorveld onveilig maakte. Toen was het soort behendigheid dat kast, bok, paard en touw je bijbracht handig. Maar schaatsen. Waarom schaatsen? Waarom elke woensdag? Omdat de ijsbaan verlies leed. Scholen maakten gesubsidieerd gebruik van de baan. En zo, vestzak, broekzak, was iedereen blij. Het was de oplossing voor een probleem dat was geschapen door politici die vonden dat Assen niet kon achterblijven. Dat Assen mee moest in de vaart der volkeren. Dat Assen in het huidige tijdsgewricht iets moet voorstellen en potverdomme waren wij minder dan Groningen of Heerenveen. Nee toch, we bouwen een ijsbaan. Politici worden graag herinnerd aan wat onder hun bewind is gebouwd. En zo kun je dan nog jaren zitten met overbodige sporthallen, pleinen, tunnelbakken en ijsbanen. Die kunsthuisbaan waar ik een verliespost op de begroting heb weggeschaatst, die is er niet meer. En nu vechten Assen en Hoogeveen om subsidie voor een nieuwe. Hoogeveen heeft gewonnen, maar Assen laat het er niet bij zitten. Ook al bouwen ze niet alleen in Hoogeveen een baan, maar ook nog in Meppel, Rolde en Emmen. Schaatsen met de Penguins in Wildlands. Assen zal er ook een hebben. Ik heb een levendige voorstelling van de testosteron die door de Kamer van burgemeester en wethouder spatte toen de toekenning aan Hoogeveen bekend werd. Hoge fucking Veen. Wie is hier de grootste? Wie is de hoofdstad?
Ik doe niet aan Twitter, maar ik kan mij voorstellen dat het college iets twitterde als worst decision ever. Het zal mij een zorg zijn waar een nieuwe ijsbaan komt. Er is meer in het leven dan schaatsen. En het kan mij ook niet schelen dat Hogeveen en Assen elkaar als cijferblinde marktkooplui de tent uitvechten met fantasiebegrotingen. Maar vanwaar die felheid? Wat is er in godsnaam zo bijzonder aan een ijsbaan dat twee gemeentes elk gevoel voor een proportie uit het oog verliezen en elkaar verdringen om een nieuwe verliespost aan de begroting toe te voegen? Drenthe is de enige provincie die je moet verlaten als je ambities verder reiken dan onderwijzer op de middelbare, op de lagere school. Het is de enige provincie zonder kunstacademie en de enige provincie met Zeeland zonder universiteit. Drenthe, dan moet het onder ogen zien, heeft veel niet. Maar ik weet niet of een ijsbaan de oplossing is. Volgens mij moet je jonge mensen geen schaatspas bieden, maar de kans op een behoorlijke opleiding en een stimulerende leefomgeving die verder reikt dan de TT, de Rijwielvierdaagse en nog meer gezellige cafés waar drentenierende bejaarden de tijd verdrijven. Maar wie ben ik? Ik heb mijn halve jeugd week na week en jaar na jaar rondjes gedraaid op de kunstijsbaan in Assen. En dat heeft vast iets gedaan met mijn puberbrein. Alleen al daarom, opdat nieuwe generaties niet overkomt wat mij is overkomen, bouw geen nieuwe baan. Worst decision ever. Het culturele seizoen dat is weer begonnen met het preuvenement hier in Assen. Dat betekent dat de musea weer volop actief zijn, de bioscopen weer bezig zijn, de muziekscholen weer losgaan, de theaters weer open zijn. Maar dat ook de bibliotheken weer een prachtig programma voor u in petto hebben. In de bibliotheken zijn ook taalhuizen te vinden. Taalhuizen waar mensen die moeite hebben met leren lezen en schrijven terecht kunnen om geholpen te worden bij het leren lezen en schrijven. En dat thema dat gaan we komend jaar in Drenthe in alle bibliotheken nog eens extra centraal onder de aandacht brengen. En dat doen we met een campagne. De campagne Letter voor Letter. En in die campagne gaat René Karst een concerttour verzorgen langs alle Drentse theaters. En wat is er nou mooier dat hij hier ook is op het preuvenement. René Karst. Dankjewel. René, jij gaat het komend seizoen de theaters in. Lage letterheid onder de aandacht brengen. Letter voor letter. Ja, ik heb de spreekwoordelijke handschoenen opgepakt. En ik vind het hartstikke leuk. Ik heb wat met taal. Dat weten heel veel mensen ook wel. Dat ik heel graag een beetje creatief omga met taal. En ik vond dat een hartstikke mooie gelegenheid om te zeggen van ja, daar ga ik mij voor inzetten en ik doe mee en ik ga de theaters in. Dat ligt me sowieso ook al. En ik vind het hartstikke mooi dat ik dan vandaag hier een beetje een soort van startschot mag geven. Het Letter voor Letter concert met mooie Nederlandstalige liedjes waar iedereen mee mag zingen. Natuurlijk, ik sta denk ik wel redelijk bekend om de meezingbaarheid van mijn liedjes. Het hoeft voor mij niet heel erg moeilijk te zijn qua melodielijnen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen wat hebben met taal en met de tekst. En ik probeer dan in tekst ook net even wat meer te leggen dan alleen maar ik hou van jou. En ik blijf je trouw. Ja, of liever te dik in de kist of zo. Maar, nou ja, dat soort dingetjes. Nee, maar er zijn gewoon heel veel dingen die je met taal kunt doen. En dat wil ik vandaag ook weer laten horen. Nou, daar gaan wij hier ook van genieten. Ik ga jou vragen om jouw gitaar alvast te pakken. Dat is goed. Die om te hangen. En dan gaat ook hier in Assen de mensen hier op bezoek bij het preuvenement. Die gaan genieten van, en natuurlijk u thuis ook, gaan genieten van René Karst. We zijn niet voor en niet tegen, niet goed en niet slecht. Niet links en niet rechts, maar wel altijd gelijk. In een land vol verschillen, van haring tot pillen. Waar we allemaal schelden op arm en op rijk. Kees de Vries, vrijgezel, achter het glas, blonde Nel. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. We zijn allemaal mensen, soms groot en soms klein. Iedereen is gelijk en we vieren het, omdat we allemaal Hollanders zijn. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. Met je buik net te dik en je beurs net te krap. Iedereen is gelijk en we vieren het,
omdat we allemaal Hollanders zijn. Oranje de wimpel, en rood, wit en blauw, omdat we allemaal Hollanders zijn. Dank u wel. Hij is een echte ras-entertainer en treedt op over de hele wereld. Volgend jaar maart, dan staat hij in de Nieuwe Kolk. Maar hij gaf vanmiddag hier op het Prevenement in Assen alvast een voorproefje. Sven Ratske, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dankjewel, goedemiddag. Je komt net van het podium af. Hoe was het Assen publiek? Ja, het is natuurlijk een soort zomerfeest hier. Hè? Je ziet het ook om je heen. Het is uitgelaten sfeertje en de mensen zijn lazend dronken en alles. Nee, het was ontzettend leuk. Ja. Ja. Je moest ze eerst even overtuigen om toch wat dichterbij te komen. Ja, maar, het loopt hier natuurlijk achter elkaar in een rap tempo. Dus mensen volgens mij gaan even wat halen en dan komt al de volgende artiest. Het is natuurlijk een enorme aanbod. Ja, het is echt een klein festival hier. Dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Want je treedt op over de hele wereld. Hoe leuk is het dan om op zo'n klein podium te staan? Nou, ik doe echt heel veel verschillende dingen. Ik sta de ene keer in de grote zaal van het Concertgebouw met het Metropoolorkest. En de andere keer sta ik in een soort keldertheatertje. En ik doe dat soort dingen ook omdat ik doe eigenlijk alles wat ik doe omdat ik dat leuk vind. Dus ik kom ook, mensen vragen echt serieus, waarom zou je nog naar Assen gaan? En dat heeft gewoon met mensen te maken. Er is een hele leuke directie hier in het theater die mij met open armen hebben ontvangen. En het waren ook hele leuke avonden die ik hier heb gehad. En dat is dan voor mij het belangrijkste. Dat maakt mij dan niet uit of dat nou New York of de Noordpool is, weet je. Als er maar een connectie is met de mensen. Volgend jaar maart, 8 maart 2018, dan ben je hier pas in Assen. We moeten er een tijdje op wachten. Ja. Dat is met het programma One Night Only. Wat kunnen we dan verwachten? Ja, One Night Only is eigenlijk een heel, een soort intieme show. Je wordt een beetje in mijn sfeer meegenomen. Dat is een nachtclubachtige sfeer. Waarin een heel ruim repertoire, een beetje het best-of. Eigenlijk uit mijn repertoire van nummers van Bowie, van Breil, van Brecht ook. Theatrale nummers, gekke nummers. Met heel erg veel leuke verhalen tussendoor. Dus het is erg entertaining. Een soort achtbaan noem ik het wel eens. Door emoties. Hele mooie muziek, ballades, maar ook swingende nummers en crazy stories. En wereld. Ja, ik neem je wel een beetje op een reis. Dus je hoeft geen vliegticket meer te kopen. Je komt gewoon naar mijn show. Helemaal goed. Voordat die show hier is, ga je met een andere show toeren om Fataal. Wat is dat voor show? Dat is een show voor het eerst waar ik heel veel mensen heb gevraagd om nummers voor mij te schrijven. Beroemde mensen als Rufus Wainwright en Velofsky en zo. En dat is een show over fatale mannen. En dat is met een hele band. En die gaat alleen maar naar hele grote steden in de wereld. Die gaat in Berlijn in première en dan naar New York. En dan helaas niet naar Assen. Maar ik ga wel een aantal... Oosterpoort nog wel in Groningen? Ja, naar Oosterpoort inderdaad in Groningen. Maar ik ga wel een aantal van die nummers dan ook in mijn in One Night Only, waarmee ik naar Assen kom. Maar dan in een directere, intiemere setting eigenlijk. Ja. Maar daarin laat je andere mensen ook jouw nummers schrijven. Ja. Hoe goed moeten die jou dan kennen, zodat je denkt van dit nummer past ook echt bij mij? Nou, dat is ook wel in nauw overleg gegaan. Ik had natuurlijk een soort idee. Ik wil graag een nummer over dit thema of over die figuur. En daar heb ik eigenlijk de mensen bij gezocht. Dus ik heb het wel heel erg een beetje ingekleurd. Maar ik wist... Ik draai het even om. Ik kende die mensen eigenlijk vrij goed en wist, als ik die vraag om zo'n nummer te schrijven, dan gaat dat helemaal fantastisch worden, ja. Schrijf je zelf ook? Ja, ik heb ook heel veel zelf geschreven, ook eigenlijk in elke show. Maar het is niet iets waarmee ik dan de hele tijd te koop loop. Ik heb natuurlijk ook een David Bowie programma gemaakt, wat ik al 2,5 jaar mee tour. En daar zitten ook 4 eigen nummers in. Maar die zijn zo geschreven dat ze heel erg op de Bowie muziek lijken, zodat ze erin passen. En ik zeg nooit, dit is mijn eigen nummer. Mij gaat het echt om de avond en de voorstelling. Maar ik schrijf al wel sinds het begin van mijn carrière ook, ja. Schrijven is één ding, lezen is een ander ding. Ben je een boekenlezer? Ik was een enorme boekenlezer, echt waar. Ik heb boeken verslonden. In mijn puberteit las ik van Eline Ferre en Madame Bovary en al, echt dikke pillen en zo. Maar ik heb de tijd helemaal niet. En ik heb 5 boeken naast mijn bed liggen. Maar ik kom nooit verder dan pagina 50 of 20. Terwijl ik heel veel reis en zo. Maar het is toch...
Ik doe zoveel op dit moment, dus ik ben eigenlijk de hele tijd aan het werken. En als ik dan echt even wil uitschakelen of dat allemaal uit wil zetten, dan kijk ik vaak een film. Dat is voor mij... En niet de films die gebaseerd zijn op een boek of zo, dat is niet per se. Maar dan, ik duik dan meer in de filmwereld, ja. Maar mis je het lezen daardoor ook? Of heb je van iets van, nou, ik heb gewoon iets anders ervoor teruggevonden? Ja, ik ben heel blij dat ik gewoon als in mijn teens en natuurlijk ook in mijn twenties gewoon heel erg veel heb gelezen. Dus het is niet zo dat ik dingen heel erg, gevoel heb dat ik heel erg mis ben gelopen. Maar ook op een vakantie neem ik dan een boek mee, maar het komt er dan vaak toch niet helemaal van. Nee. Luisterboeken? Nee, daar hou ik niet zo van, nee. Nee, omdat ik zelf natuurlijk ook het visualiseer mijn hoofd als ik het lees, ja. Maar dat gaat ook wel weer terugkomen. Ik ga ook volgend jaar, in januari heb ik een beetje tijd. Dan ga ik misschien de leesmaand ervan maken. Dus, Oké. En welke boeken staan dan op je verlanglijstje? Dat je denkt van, nou, die ligt wel op mijn nachtkastje. Ja. Kom ik niet aan toe, maar die zou ik heel graag willen lezen. Ik heb nu wel, die heb ik ook vaak bij me. Of één deel daarvan, Casanova, zijn memoires eigenlijk. En dat is fascinerend. Daar kun je ook altijd even in lezen. Omdat hij heeft zoveel meegemaakt. En hij was natuurlijk niet alleen maar een vrouwenversierder. Maar eigenlijk een acteur, een soort spion, een kunstenaar. Hij had zoveel facetten. En wat ik wel heel erg... En die tijd is natuurlijk ook heel erg fascinerend. Met het gepoeder en het geparfumeer en die koetsen en zo. Ja, het is... Daar hou je van. Ja, dat vind ik... Het is heel theatraal. Daar hou ik wel van, ja. Hoe druk is het leven van Sven Radske? Ben je wel eens thuis? Want je gaat volgende week alweer op tournee. Ja, ik ga een maand naar Australië en Nieuw-Zeeland. En dan kom ik terug en dan ga ik meteen op tour en naar Berlijn en New York. Ja, het is wel heel druk nu, maar ik doe naast die programma's heb ik nu een eigen talkshow in voor de Duitse televisie, voor de ARD. En ik doe een serie met het Metropoolorkest en zo. Dus ik doe allemaal heel erg leuke dingen. Dus ik zeg ook wel heel vaak nee. Inmiddels, omdat ik dan, een paar dingen kunnen er niet nog meer bij. Maar er is eigenlijk niks waar ik zeg van, ja, dit is stom en dat wil ik niet. Dus dat geeft die energie ook, dus daardoor kan het ook. Maar ik ben ook best wel een keertje thuis. Ja, de komende 3 maanden niet echt, maar met kerst bijvoorbeeld. Kerstavond sta ik in De La Mar, theater in Amsterdam. Maar de eerste en tweede kerstdag zit ik gewoon lekker met de familie en zo. Fijn dat je hier was en heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel, dankjewel. Proost. Het was mooi hè, vandaag. Het was een fantastisch evenement. Heerlijk hier in de Gouverneurstuin op het Preuvenement. De eerste Kokende Talen zitten weer op. Bedankt voor het kijken. Leuk dat u erbij was. En heel graag tot de volgende Kokende Taal.